Door de expositie van 69 schilderijen hebben bezoekers van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen een representatief overzicht kunnen krijgen van het werk van de Belgische surrealist Paul Delvaux. Tot de motieven die in zijn oeuvre geregeld terugkeren, behoort het skelet. Hij zag er voor het eerst een in zijn schooltijd en dat beeld is hem blijven obsederen. Andere jeugdindrukken die hij telkens in nieuwe vormen gestalte geeft, zijn stations en treinen. En dan zijn er zijn naakten, die hij overal in veelal bizarre situaties neerzet. Delvaux, die in 1897 werd geboren en die nog steeds bijzonder productief is, roept een wereld op waarin de stilte overheerst. Dit doek dat hij in 1939 schilderde, noemt hij het ontwaken van het woud. Bewonderaars van Delvaux' schilderkunst kunnen deze retrospectieve van zijn werk nu bezichtigen in het casino van Knokke.